Dwars op de week. En het was de week waarin horecaondernemers met gemengde gevoelens naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge hebben gekeken. Er komen meer vrijheden, dat is fijn, maar café-eigenaren die moeten controleren of hun klanten wel een geldige coronapas hebben. En het aantal zeearenden in de Oostvaardersplas is groter dan ooit. Een teken dat de natuur zich daar goed ontwikkelt. De groei van het aantal zeearenden gaat overigens hand in hand met de groei van het aantal vogelspotters. En er was natuurlijk veel meer nieuws afgelopen week. En in Dwars op de Week dan bespreken we een aantal van die opmerkelijke gebeurtenissen. Ton te Brinken uit Lelystad is hier. Hij is oud-politieagent en voorzitter van de Fietsersbond. Goedemiddag. Goedemiddag samen. En we hebben ook Sven van den Burg uit Almere, raadslid van D66. En hij werkt ook als communicatieadviseur voor de GGD. We zijn heel benieuwd, wat hebben jullie zelf voor nieuws? Wat wil je inbrengen, Ton? Pieter Omtzigt, geweldig. De man is weer terug. Meteen weer scherp. Ik vond het genieten. Ja, hij is goed uitgerust de afgelopen Dat kun je wel zeggen, ja. Nou, even volhouden nog. Ja, ben je fan van? Nou ja, inmiddels wel, ja. Want in het begin was ik niet zo'n fan. Die toch een beetje een slomer, vond ik. Maar als je ziet hoe het zich manifesteert, ik denk, zo, hé. Hey, scherp van de snede. En nou ja, maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Ja, vind je aan de andere kant de aandacht voor hem niet een beetje overtrokken af en toe? Dan ja, natuurlijk. Hij gaat weer aan het werk. Ja. Ja, zo bot. Ik ben ook eens een keer weer aan het werk gegaan. Daar hoor je nooit wat over. Nee, maar ik vind het wel leuk dat je op die manier toch aandacht hebt. Hij heeft toch veel volgers. Sympathisanten, ja. En verwacht je daar nog veel van? Want hij is natuurlijk uit het CDA getreden. Dus ja, gaat als onafhankelijk Kamerlid kennelijk door. Ja, nou ja, dan kan hij ook wat meer doen, denk ik. Met een achtergrond van het CDA. Terugfluiter, zeg maar. Kom je ook niet veel verder. Ik bedoel, het is toch een blokkade voor je, denk ik. Ja. Sven, heb jij het ook gevolgd? Het hele... Nou ja, gedoe. Ja, er was geen ontkomen aan. Ik heb natuurlijk de politiek met meer misschien dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Zoals je zult begrijpen. Ja, het is wel een toestand zo langzamerhand. En ik vind wel dat er wel heel veel media aandacht gaat naar Pieter Omtzigt. Ik ben het wel met je eens hoor. Het is wel een van de, hoe zeg je dat? Ja, toch wel meest spraakmakende parlementariërs geweest de afgelopen jaren. Dus daar alle lof voor. Hè? De manier waarop hij zich heeft vastgebeten samen met anderen in bepaalde dossiers. Helemaal goed. Maar mag nu ook wel eventjes weer een beetje terug naar normaal. Ja, dus, maar ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Want het CDA heeft letterlijk hemel en aarde bewogen om bij de partij te houden. Maar het mag niet baten. Nee, soms dan zijn die kikkers zo bewegelijk. Die hou je gewoon niet in de wagen. En misschien hebben ze zelf al te hard gereden over die bulten. Ik denk het ook wel. Sven, wat is jouw eigen nieuws? Ja, mijn nieuws beweegt zich in de wereld van de media, Jeroen. Dat zou je misschien niet verbazen. Want dat is ook een beetje mijn dagelijks werk. Hè? De avondkranten gaan verdwijnen. Ja. Gisteren is bekend geworden, en ik heb het ook meegenomen, dat het Parool stopt met het zijn van een middag-avondkrant. Ja, er blijft er nog eentje, de NRC. NRC, hè? Maar die gaat ook de biedt de brug op. Ja, ja, NRC die volgt, die blijft nog wel een avondeditie, maar die gaat ook volgen. Maar in grote delen van het land ook niet meer, hoor. Dan nee. Gaat de avondeditie ook stoppen. Klopt. Van NRC. Ja, een reden daarvoor is een journalistieke en een financiële. Dan denk ik van, klopt die volgorde? Zal het niet eerst financieel en dan journalistiek zijn? Nou ja, feit is natuurlijk dat mensen hun nieuws online halen. Nou, dat zullen jullie ook merken. Ja. Jullie zijn weliswaar geen krantredactie, maar dat merken jullie ook. Online halen. Dan is het uitbrengen van een middagkrant en een avondkrant is dan een beetje een achterhaald iets, zeg maar. Ja, want heb je zelf nog een abonnement op een krant überhaupt? Ik heb geen abonnement meer, maar ik koop altijd Trouw. Ik koop niet Trouw. Ik koop altijd Loyaal, het Parool en de Volkskrant op de zaterdag vanwege de dikke bijlagen. Ja, en dan kom er maar wel de papieren versie. Dus wel niet de papieren online, versie. Nee, maar ik volg het nieuws natuurlijk wel gewoon online. Maar je ziet dat de kranten toch, die hebben het natuurlijk al moeilijk. En zo'n avondmiddageditie is dan toch niet meer van toepassing op deze tijd. Ik vind het wel jammer. Want het is ook een beetje een afscheid nemen van een instituut, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik vond dat wel opmerkelijk nieuws. Het Parool wordt een ochtendkrant per 1 januari. NRC stapt geleidelijk af van de middag, maar gaat ook die kant op. Ja. Ton, heb jij nog wel een abonnement op een krant? Nee, nee. Echte papier? Nee, al lang niet meer. Niet meer. Nee, hoor. Nee. Al heel lang niet meer? Of nee, al zeker een jaar of 20 niet meer. Ook 20? Ja, nee, dat was al voordat de online kranten bestonden, geloof ik. Ja, nee, in beginperiode Almere hadden we natuurlijk een Parool met een editie voor Almere. Dat was wel interessant. Maar ja, het barsten van de kranten destijds. Ik geloof dat er iets van 5 of 6 kranten in Almere probeerden voet aan de grond te krijgen. Ja, en dan word je overspoeld met die dingen. En dan vond ik het Parool nog wel een beetje Amsterdams en leuk. Maar ja. Maar nooit meer behoefte gehad aan een abonnement op een krant? Nee. Ja. Nee, teleurstellend, hè? Goed, we gaan zo meteen over Urk praten. Want Urk stond weer in het middelpunt van de belangstelling deze week. Dwars op de week.
Na een storm van verontwaardiging deze week over een groep jongeren op Urk die zich op straat liet fotograferen in SS-uniformen. En één jongen droeg gevangeniskleding en een jodenster en werd onder schot gehouden. En Sven van den Burg uit Almere en Ton te Brink uit Lelystad zijn nog steeds hier. Wij vroegen ons een beetje af, moeten we dit nou beschouwen als qua jongenstreek? Of gaan deze jongeren nou de verkeerde kant op? Ton, ik kijk eerst even naar jou. Ja, het is natuurlijk een ontwikkeling die je best kwalijk kunt nemen. Alleen ik denk dat het ook een beetje met het systeem te maken heeft. Urk is natuurlijk een soort gesloten gemeenschap. Een gesloten organisatie zoals Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Die worden niet teruggefloten. Je hebt een systeem van mensen die elkaar een beetje aanmoedigen. En als je niet meedoet, dan lig je eruit. En er is geen gemeenschap die ze, of een, zeg maar een burgemeester die dan verantwoordelijkheid pakt om ze terug te nemen. Of andere instituten. Je hebt review-mogelijkheden zat. Je zorgt ervoor dat mensen meekijken over de schouders van bepaalde ontwikkelingen en probeer ze dan terug te fluiten op hun gedrag. Maar goed, in dit geval was ook wel een hele kritische reactie van de burgemeester. Ja, die noemde het verwerpelijk, ongepast, kwetsend. Zeker. En, ik denk dat je met politie, openbaar ministerie. Ja, maar je kunt ook zoiets aanzien komen. Als je wat dichter bij die bevolking zit, dan zie je dat gerommel in de marges. En dan kun je al vroegtijdig inspelen, denk ik. Net als ik ben natuurlijk wijkagent geweest. En dan als wijkagent zit je ook midden in die derry. En dan krijg je vanzelf al eerder signalen dan bijvoorbeeld politiek. Maar zou dan de politie hier niet van op de hoogte zijn wat voor jongens dit zijn? Je mag toch hopen dat daar ook een wijkagent best doet? Ja, maar je hebt ook systemen van media die je kunt volgen. En als je dat een beetje kunt doen, mogelijkheden hebt, dan kun je eerder al, denk ik, iets signaleren. En hebben ze dat dan dus niet gedaan, denk je? Dat is niet gedaan, maar ik denk ook dat ze mogelijkheden niet hebben. Dat is natuurlijk ook een verhaal van privacy. En je moet juridische mogelijkheden hebben om die dingen te kunnen bekijken. Ja, en dat is in Nederland niet. Ja, wel in bepaalde gevallen natuurlijk. De zwaardere criminaliteit heb je die mogelijkheden wel. Maar dat kan alleen maar via het Openbaar Ministerie en wat dan ook. Ja. Niet zomaar even. Maar goed, we zitten nu een beetje in deze situatie. Hè, dat deze foto's naar buiten zijn gekomen. Storm inderdaad van kritiek. Wat moet je nou met zo'n groepje jongens die hier verantwoordelijk voor zijn? Nou, je moet ze inderdaad mee rond de tafel. Dat is één ding. En laat ze confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Confronteren met bijvoorbeeld die mevrouw van 80, 88. Ja, het was een mevrouw van 80, hè, precies. Met een Joodse achtergrond. Die zelf in een concentratiekamp heeft gezeten. En die zegt, ik wil heel graag met die jongens in gesprek. Om ze duidelijk te maken dat het allemaal geen lolletje is. Nee, en zo zijn er ook instituten die natuurlijk daar heel erg in bezig zijn geweest. En die kunnen die jongens best overtuigen van hun kwaad. Maar denk je dat werkt? Er zal altijd iets van blijven hangen. Als je niks doet, weet je zeker dat het niet werkt. En alle kleine prikkeltjes die zullen uiteindelijk tot een resultaat geven. Misschien niet direct, maar op termijn wel. Ja. Wat ik me dan toch ook een beetje zelf afvroeg, en ik weet niet of dat ook voor jou geldt, Sven, maar heb je ook misschien zelf als ik gedacht, waar zijn de ouders dan? Die hebben toch deze jongens het huis uit zien lopen, zeker. Mag aannemen. En dat was een van de eerste gedachten die bij mij opkwam, maar ook bij ons thuis, toen we dit item voorbij zagen komen, van waar zijn de ouders in dit verhaal? Ja. Nou, die heb ik nog niet gehoord. Ik ook niet. Groot vraagteken zet ik daarbij. Trouwens, sowieso als we even naar Urk kijken, Ton. Want jij zegt, het heeft toch ook wel te maken met de speciale situatie daar. Daar heerst nu ook deze dagen een beetje het gevoel dat dit soort berichten ook weer worden opgeblazen vervolgens om het dorp in een kwaad daglicht te plaatsen. En je zag dat ook van het begin van de week toen journalisten reacties kwamen halen op dit verhaal. Die werden met eieren bekogeld. Kan je een beetje voorstellen dat het gevoel in Urk leeft? Ja, natuurlijk een bepaald deel van de bevolking zit helemaal niet te wachten op al die aandacht. En het is natuurlijk een gegeven dat als er zoiets ontstaat, dat je dan de hele pers over je heen krijgt. Ja. En de focus is al op Urk gericht vanwege het verleden. Ja, en dan hoeft er maar iets te zijn of je hebt de hele massa over je heen. Ja, ik heb altijd een beetje die teneur van, ze zijn daar zo christelijk, maar ondertussen dit soort verhalen, dan wordt dat breed uitgemeten. Precies, ja. En dat is natuurlijk zonde, want in principe is het christendom geen verkeerd systeem. Als je het maar goed toepast. En er zijn altijd uitwassen. Dat zie je maar weer. En je kunt niet kwalijk nemen dat de meute, zeg maar, met alle respect, wel gelovig is en volgend is en de overheid volgend. Je kijkt naar het coronaverhaal. Ja. Die willen, denk ik, wel best. Alleen er zitten een paar groepen die er een puinhoop van maken. Ja, dan laten we ervan uitgaan dat dit dan misschien een uit de hand gelopen verkleed partij is geweest. Ze zeggen zelf dat het iets tegen corona was geweest. Ja, misschien is het allebei. Je weet het natuurlijk niet. Maar er zijn wel steeds meer partijen die ook inderdaad heel erg ageren tegen corona en ook daar de Tweede Wereldoorlog bij betrekken. Is dat nou een kwestie van
onbeschoftheid om dat te doen. Wat denk jij, Sven? Ik denk dat het een kwestie is van ontbreken van beschaving en goede smaak, zou ik maar zeggen. Kijk, het staat er niet de vrij om te protesteren. We leven in een vrij land. Dus dat moet ook vooral blijven, die vrijheid van protesteren en reageren op maatregelen van de Rijksoverheid. Maar doe dat wel een beetje binnen de regels van de betamelijkheid, zou ik zeggen. Dus blijf goed nadenken wat je er allemaal bij betrekt. En ik zelf persoonlijk, laat ik dan vanuit mijn eigen persoonlijkheid spreken. Alle vergelijkingen met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog, die gaan natuurlijk totaal mank. En volgens mij zegt dat meer over degene die dat doen dan dat het echt bijdraagt aan aandacht. Maar je ziet ook wel, het is wel voer voor media natuurlijk om daar aandacht aan te schenken. En dat snap ik ook. Ik snap ook dat jullie dat doen. Want het is natuurlijk nieuws. Maar je moet je continu afvragen, en ik hoop ook dat jullie dat doen, ik denk ook wel dat jullie dat doen, dat je als redactie ook afweegt van in hoeverre schenken we hier nou aandacht aan, want het is nieuws. Hè, het is nabij, het is nieuws, het voldoet aan alle criteria van nieuws. Maar betekent het ook dat je het... Kijk, alles wat je aandacht geeft, ik kijk even naar de planten hier in de studio, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Dus je zou ook met zo'n bril daar eens naar kunnen kijken. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat juist hun klacht steeds is dat wij geen aandacht aan die groepen en aan hun mening besteden. En zo nu en dan willen we dat dan je toch wel doen. Je kan het ook nooit goed doen. Nee, maar deze tijd is echt een ongelooflijk ingewikkelde tijd. Voer voor sociologen en gedragswetenschappers en mediawetenschappers. En jammer dat die nou juist niet in het OMT zitten. Nou, misschien tijd om dat te doen. Nou, misschien is het ook wel leuk om eens te volgen. Kijken hoe zich dat ontwikkelt. Hebben die mensen hun boodschap ontvangen in de loop van de maanden? Hoe is de reactie op die mensen geweest? Er zijn bekende figuren te vinden op die beelden. Dus het is best interessant om te weten als media van kijken. Het is geen nieuws natuurlijk. Als je een jaar of een paar maanden verder kijkt, heeft het aangeslagen. De boodschappen die dan hoopt dat gebracht wordt. Ja, en dan bedoel je specifiek welke boodschap? Nou, de boodschap van jongens, weet jullie waar je mee bezig bent? Ja, je doet zo verschrikkelijk veel mensen pijn. En je doet onverantwoorde dingen. Zouden ze zich wel bewust zijn geweest? Want er kwam ook nog een soort excuusbrief op de sociale media, waarbij ze zeggen, het was absoluut niet de bedoeling of intentie om herinneringen wat betreft de Tweede Wereld op te wekken. Dat klinkt dan wel heel naïef natuurlijk als je in dit soort uniformen rondloopt en je wil geen herinneringen opwekken aan de Tweede Wereldoorlog. Is een soort gebrek misschien aan besef wat je precies doet. Ja, dat bedoel ik dus met review. Je zorgt ervoor dat je de mensen volgt en kijkt van hoe ontwikkelen ze zich en wat voor kreten. Je hoort ook allerlei burgers op Urk wel, niet alleen op Urk, overal wel, loze kreten uit. En dan denk ik van ja, weet je wel wat je zegt? Net wat jij net zei. Van ja, ze zeggen maar wat. Zonder zich te beseffen wat ze eigenlijk zeggen. Die achtergrond missen ze. Ja, dan moet daar dus gewoon misschien wat meer voorlichting gegeven worden. Over zou kunnen, of wat meer aandacht voor geschiedenis. Ik wou net zeggen, ik ben een warm pleitbezorger voor aandacht voor geschiedenis. Ja, ja. Dus nee, maar serieus. Hè, je zou er ook best vanuit die hoedanigheid naar kunnen kijken. Dus dat die reactie van die mevrouw, dat slachtoffer van de Holocaust, ja, past daar natuurlijk wel goed bij. Van jongens, dan vertel ik jullie zelf hoe het is geweest, want ik was erbij. Ja. Goed, dank voor nu aan het panel. Zometeen na 16:30 de vraag: mogen politici zomaar de overstap maken naar het lobbycircuit? Dwars op de week. Oud-VVD-Kamerlid Helma Lodders uit Zeewolde, die wordt voorzitter van een lobbyclub voor online kansspelen. En ze is inmiddels ook voorzitter van Vee en Logistiek Nederland. En dat terwijl ze zich tot eerder dit jaar in de Kamer bezighield met het godbeleid en met de landbouw. Ja, het is een nieuw voorbeeld van een politicus die de overstap maakt naar een lobbyclub. Er was al landelijke discussie over Cora van Nieuwenhuizen. Die stopt als minister om te gaan lobbyen voor de energiebranche. Nou, oud-politieman Ton ten Brinke uit Lelystad en ook D66-raadslid Sven van den Burg uit Almere zijn nog bij ons. Kan het nou allemaal? Jij als politicus, wat vind je ervan, Sven? Wat vind ik ervan? Nou, laat ik als eerste zeggen, ik kan me voorstellen dat als je je politieke carrière beëindigt of je maakt een overstap, dan moeten niet alle hekken dichtgegooid worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je bestuurder bent geweest, dat je dan niks meer mag. Nee. Dat vind ik wel belangrijk. Tegelijkertijd moet je ook wel het bewustzijn hebben als minister of als parlementariër, dat je goed kijkt van, hé, maar van welke aanbiedingen maak ik nu gebruik? In het geval van Cora van Nieuwenhuizen, ja, vind ik, ik kan me de commotie daarover in de media, maar zeker ook in de politiek, kan ik me goed voorstellen. En ik kan me ook nog wel herinneren dat Camille Eurlings, de kroonprins van de CDA destijds, ongekroonde kroonprins, de overstap maakte van het ministerie van, wat deed hij ook weer? Verkeer en Waterstaat. Ja, Verkeer en Waterstaat uiteraard. En directeur KLM. Ja, dat, ik, nou, laat ik zo zeggen,
ik zou zelf die overstap niet maken. Ik bedoel, ik heb de aanbiedingen nog niet gehad. Dus ik bij deze de oproep. Nee, maar serieus. Ik vind, en zeker voor lobbygroepen, die echt de invloed proberen uit te oefenen, die echt proberen om het beleid te beïnvloeden. Zodat er beslissingen worden genomen die ten goede komen aan die bedrijfstak. En of dat nu de casino's zijn, of economische zaken, of nu maar dat de energiesector. Ja, dan moet je toch wel. Ik zou zeggen, je moet wel van goede huizen komen. Je moet dat wel goed voor jezelf kunnen verantwoorden. Dus ik kan me voorstellen dat daar de... Goed, kennelijk kan het van nieuwe huizen het zich voor zichzelf verantwoorden. Ze zegt het wel. Ja. Ik vraag het me af. Maar goed, het is haar keus. Ja, ja, maar het is ook misschien niet zozeer het feit dat ze daarvoor gaat werken. Want wat jij ook zegt, iedereen mag eigenlijk gewoon doen wat hij wil natuurlijk. Nadat je politiek gedaan hebt. Alleen het feit dat ze nog niet gestopt is met dat werk. Nog steeds bij vergaderingen zit. Terwijl die over haar toekomstige bouw gaan eigenlijk. Dat is natuurlijk heel raar. En daar het pijnpunt zit. En ik heb ook begrepen dat Rutte dat inmiddels ook wel wat langer wist dan we allemaal aannamen. Dus qua regie zijn hier wel wat fouten opgemaakt. Maar nogmaals, ik vind dus niet dat je alles moet afsluiten voor ex-politici en bestuurders. Helemaal niet. Het zijn juist mensen die ontzettend veel ervaring hebben. Die je goed kan inzetten in bepaalde sectoren van de maatschappij of in de commerciële wereld. Daar is op zich niks mis mee. Maar voor mij trek ik de grens bij lobbygroepen. Ik denk dat je dat echt niet moet doen. Nee. Maar het mag dus op dit moment wel gewoon. Zouden er strengere regels moeten komen, Tom? Nou ja, de Europa breed is natuurlijk al het nodig vastgelegd. Dus ja, we zijn een beetje achter aan het lopen. Er zijn wel wat regeltjes gevonden inmiddels. Maar die worden niet gehandhaafd. Dan is het een beetje onduidelijk of die nog gelden. Precies. Of niet. Ja. En pak het nou Europa breed op en leg dat nu eens een keer goed vast. Dan is het tenminste duidelijk. Ja. Het is niet voor niks dat er regeltjes voor bedacht zijn ooit. Het is wel een beetje de vraag, waar leg je de grens ook natuurlijk, hè? Ja. Nou ja, dat zeg jij al van... Die grens die bestaat uit een aantal componenten. Je eigen morele kompas, zeg ik dan maar. En dat is misschien voor ieder weer wat anders. Misschien zit de VVD er wat anders in dan D66. Overigens, hand in eigen boezem. Wij kennen ook wel bewindslieden die de overstap hebben gemaakt naar een ander job. En daar is helemaal niks mis mee. Maar het hangt er vanaf... Kijk, ik vind het ook wel belangrijk, je kan dan zelf zo'n beslissing nemen. En ik vind Cora van Nieuwenhuizen, vond ik trouwens wel een hele goede minister, hoor. Dat wil ik wel gezegd hebben. Ik heb daar wel waardering voor. De manier waarop zij haar ministerschap heeft uitgevoerd. Maar omringen je ook met mensen die jou even, laat ik zeggen, scherp houden. Zeg, goh, Sven, Cora, Ton, is dit nou wel een goede overstap die je maakt? Heb je hier goed over nagedacht? En kan je dit echt goed voor jezelf verantwoorden? En daar ontbreekt het misschien wel eens aan. Het review weer. Ja, dat is het review. Laat je controleren. Ja. Ja. Want je kan er zelf heel enthousiast over zijn, maar het is altijd fijn als je mensen die in je omgeving hebt, die zeggen, joh, is dat nog wel zo slim? Denk er nog even een keer over na. Ja, toen ik het las van Helma Lodders, toen had ik eigenlijk ook als eerste indruk dat ik dacht van, is er überhaupt een lobbyclub voor online kansspelen dan? Ja. Dat was eigenlijk al shocking. Was een reactie ook. Ja, wat dacht je? Dat is natuurlijk een enorme business, economie, een enorme business, waar gewoon geld wordt verdiend, hoor. Dus ja, natuurlijk. Niks mis mee. De overheid verdient er zelf natuurlijk ook. Die Holland casino's, ik weet niet precies hoe dat nu zit, maar die waren altijd staatseigendommen. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat was mij nog. Nou, dat is natuurlijk wel raar, dat je aan de ene kant zegt, we willen de kans dat je verslaafd raakt aan gokken, wil je natuurlijk zo klein mogelijk maken met allemaal preventieprogramma's. En aan de andere kant verdien je ook geld, maar dat heeft ook... Dat is een andere discussie. Maar ik vind wel, je moet daar als politicus, je moet daar extra goed over nadenken. Ja, want wij krijgen als publiek natuurlijk toch een beetje de indruk, nou, dat Kamerlid of die minister heeft zich bezighouden met dat onderwerp. Nou, heeft kennelijk behoorlijk vriendjes gemaakt, terwijl ze eigenlijk natuurlijk voor de belangen van ons als kiezer moeten opkomen. Zo is het. Maar vriendjes gemaakt, dan houdt er nu een lucratief baantje aan over. Hè? Dus het is ook voor het imago van de politiek uiteindelijk, denk ik, erg schadelijk, Sven. Het is natuurlijk ook jouw Dat omgeving. Zou kunnen. Er is natuurlijk veel commotie over, veel discussie over. En dat is ook goed, want het moet dan in volle transparantie moet dat wel gebeuren en zichtbaar zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat er enorme gefronste wenkbrauwen zijn over deze overstap. Dus het is natuurlijk prima dat er aandacht voor is. Ja, aan de andere kant, we zijn natuurlijk ergens ook wel weer blij dat ze niet op wachtgeld worden gezet. Want als ze geen nieuwe functie krijgen, ja, dan moeten we met z'n allen weer opdraaien voor wachtgeld, wat heel erg lang kan duren. Ja, maar daar zit ook wel een gedachte achter. Hè. Ik bedoel, zo'n politiek ambt wat je bekleedt, dat kan van de een of andere dag kan het afgelopen zijn. De Kamer kan zomaar zeggen, we vertrouwen je niet meer, ga maar naar huis. Je moet ook wel mensen kunnen aantreffen en mensen willen motiveren om zeg maar bestuurlijke functies te bekleden. Dus dat wachtgeld, dat snap ik wel. Ja, maar dat leg je ook graag uit op verjaardagsfeestjes en in de kroeg, wat je nu zegt. Nou, ik leg het niet graag uit, maar als mij daarover gevraagd wordt, dan... Nee, maar daar sta ik wel voor. Dat is natuurlijk bedacht om wel een soort van garantie in te bouwen dat mensen wel... Tuurlijk, nou, ik wil zo wel een openbaar ambt bekleden, want anders dan... Niet voor de viool van de kat. Nee, precies. En zo makkelijk is het natuurlijk tegenwoordig ook niet meer. Echt niet. Nee.
Nee, Ton, zie je jezelf als politicus echt niet. Nog? Nee, hoor. Als je ziet wat voor narigheid ze om hun hoofd krijgen, dan denk je, nou, daar kies ik niet voor. Ze zeggen wel eens van, wil jij niet eens een keer in de raad? Want je hebt nog wel verstand van verkeer bijvoorbeeld. Zie je, maar er kon nog veel meer bij kijken. Het is niet alleen je kennis spuien, maar of de ambtenaren over je heen weren. Want die willen ook nog eens het nodige bedriegen en liegen. Maar ja, dat is maar één vakgebied. En als gemeenteraadslid heb je toch wat meer. Ja, eigenlijk vreselijk om raadslid te zijn. Dat lijkt me helemaal niet. Sven? Nee, zeker niet. Nee. Ik ben het nu... de termijn zit er bijna op. Nog een half jaartje, maar we gaan richting de verkiezingen. Ja. Ik ga trouwens niet verder. Dus ik heb het 4 jaar gedaan met ontzettend veel plezier. En ik heb heel veel geleerd. Maar het vergt ook wel wat van je. Richting je gezin, je vrienden, sociaal leven. Het is ontzettend intensief. Is dat ook een reden dat je niet verder gaat? Ja. Er zijn nog meer dingen in het leven. Ik wil nog wel andere dingen doen. Nou, dat laat zich met het zijn van politicus of raadslid in Almere... is dat ontzettend moeilijk te combineren. Maar ik raad het iedereen aan om het een keer te doen. Want het geeft ook weer heel veel energie. En het levert je ook weer heel veel op, moet ik zeggen. Nou, dat is dan wel fijn. Top. Ja, goed. We bedanken jullie allebei. Sven van den Burg, Ton ten Brinke, ons Dwars op de Week panel van dit keer. En dank jullie wel. Dwars op de Week.